Hoi allemaal. Hoi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Van Hey Vitality. We zijn weer compleet. Wat gillen. Hoe was je vakantie? Lekker. Rustig. We hebben al helemaal bijgepraat. Ik weet wel wie jouw vakantie ja, is. Ja, maar ik zal het jullie ook vertellen. Ja. Ik heb nog nooit zo'n rustige vakantie gehad. Helemaal zen. Ja, maar ook echt dat we gingen op een gegeven moment een wandeling maken door een natuurpark in de bergen. In de natuur. En ik dacht dat ik wel 8 kilometer kon lopen. Nou kan je vertellen, als je 26 weken zwanger bent, doe je dat dus niet meer zomaar. Ja, dat is... ja, nou ja, daar leer je ook weer van. Ik vind het zo vermoeiend dat dat gewoon dan niet meer lukt. Maar nu ben je lekker helemaal terug, kun je weer aan het werk. Hè? Nog ja. Even. Ja, kan beter gewoon de hele dag werken dan een bergwandeling maken. Ja. Nee, maar we zijn dus weer compleet en we gaan gelijk weer iets nieuws doen vandaag. Ja, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Nou, zoals jullie weten is Erlie net zadelmak. Maar ze heeft eigenlijk nog geen eigen zadel. Dus vandaag hebben wij de afspraak met zadelmakerij Hollander dat ze ook echt voor zadel komen. Maar we gaan het ook weer hebben over caps. Want jouw bestelling is binnen en die nemen ze mee. Ja. En ze moet ook nog onze lading winterdekens meenemen die gewassen moeten worden. Ja. Dus het wordt voor ons een fijne video. Oh, wat een dag, hè? Ja. Nieuwe spullen, opgeruimde dingen, wat heerlijk. Man. Nee, maar ik heb natuurlijk wel een zadel voor Ernie, maar die... die past eigenlijk niet helemaal lekker. Dus het wordt tijd dat ze wel iets passends krijgt. Vooral je had hem te leen, ook van Zadelmaker Hollander, toch? Even voor nood. Totdat ze tijd hadden om een afspraak te maken. Omdat ze op vakantie waren. Ja, het was net in vakantietijd. Dus dat is nu daar. En ik ben benieuwd. Dus kom mee. Nou, vanaf hier kom ik met een voice-over. Want we hadden namelijk een audio opgenomen... Maar helaas hoorde je zoveel geluiden van de verbouwing op de achtergrond dat we besloten hebben om toch even te voice-overen. En we beginnen gelijk met het zadel dat we mee hadden gekregen vanuit zadelmakerij Hollander. Deze is dus niet aangemeten, deze hadden we te leen. Maar was eigenlijk zodat Ernie in elk geval wel gereden kon worden en dat ze een zadel had wat iets beter lag dan waar we momenteel mee reden, of we, Sanne. Maar helaas past het zadel dat wij meegekregen hadden eigenlijk net niet optimaal. Het was prima voor die paar weekjes dat we hem even moesten gebruiken om te overbruggen. Maar voor echt permanent was het niet echt een oplossing. Dus vandaar dat we ook de afspraak hadden vandaag. Nou, we hebben eigenlijk eerst even gekeken naar de zadels die ik nog had liggen. Om te kijken of daar iets tussen zat wat misschien geschikt zou zijn voor Ernie. Voor de time being, dat we volgend jaar als ze wat meer uitgegroeid is, dat we dan gaan kijken naar iets wat haar misschien beter zou passen. Hè? Dat we een permanent zadel kunnen bekijken. Nou, dit is bijvoorbeeld het zadel van City. En dat is dus net op maat gemaakt voor City, net de laatste aanpassingen gehad. Was wel een optie, maar was net niet helemaal optimaal. Het zadel van Roos was helaas wel echt te groot, maar dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Nou, die van City zou kunnen, maar perfect was het niet. En vandaar dat we toch besloten hebben om nog eventjes verder te kijken naar de zadels die ze ook mee hadden. Want mijn springzadel lag namelijk ook niet ideaal. En Sanne had wel een voorkeur aangegeven eigenlijk voor een dressuurzadel. Omdat ze voorlopig nog niet gaat springen met Ernie. En omdat ze zelf ook altijd vindt dat ze daar gewoon wat fijner en stabieler in zit. Nou, dus dit is een zadel wat ze had meegenomen. En eigenlijk lag deze hartstikke goed op Ernie. En hij geeft wat meer draagvlak aan de achterkant dan bijvoorbeeld het zadel wat ik zelf heb. Dus die van City. En deze is dus ook voor haar rug. Ernie heeft natuurlijk een korte rug, dus daarom lag het ook wat beter. En omdat ik op vakantie ben geweest, heeft Ernie, ik denk, 1,5 week tot 2 weken ongeveer stilgestaan. Omdat Sanne niet een heel goed idee vond om erop te gaan zitten als er niemand thuis was natuurlijk met zo'n jong paard. Dus ze is met name gelongeerd. En daarom was het ook verstandig om dat nu even weer te doen. Om zeg maar eerst te gaan longeeren en dan pas op te stappen. En daarna is Sanne opgestapt en heeft ze ook nog even een stukje proef gereden. En je ziet dus ook eigenlijk wel dat... Nou ja, in het begin was Ernie natuurlijk een beetje onwennig. Er lag natuurlijk een ander zadel op en ze was eventjes niet meer gereden onder het zadel. Dus dat was eventjes zoeken de eerste 5 minuutjes. En daarna zag je echt dat ze een stuk beter ging lopen. En ook beter dan het zadel dat we te leen hadden. Dat er gewoon echt wat meer beweging in kwam en dat ze wat makkelijker wilde ontspannen.
Dus dat was echt super positief natuurlijk. Die handen gaan allemaal voor naar achter. Gaan ja, rennen, en ze heeft zo'n kort ja, ruggetje. Pas je naar voren? Oh. Ja. Oh. En weer terug. Ik doe nog maar eventjes een rondje. Kijk, Dirk heeft goed gereden. Ja, na 2 weken. Nou, nou hoor. Hallo. Hallo. We hebben eigenlijk helemaal niet meer gevlogd verder. Ja, wel gevlogd, maar niet daarbij gepraat. Maar, zoals jullie zien, is het gelukt. Het is gelukt. En ik ga het eventjes voor jullie niet zo soepel. Tada. Het is een dressuurzadel geworden. Zodat ik nog langer lijk. Nee, dat wel een beetje. Maar zit je wel stabieler? Ja, je merkte eigenlijk gelijk verschil al toen het erop lag. Want het andere zadel had ik even te leen gekregen toen we daar de vorige keer waren bij Hollander. En we wisten eigenlijk al dat het niet perfect ging liggen, maar het was beter dan wat we hadden. En dan kon ik eventjes ermee vooruit, een paar keer per week. Maar toen had ze dus deze erop gelegd en toen zag je echt wel duidelijk dat het echt nog wel heel veel beter kon. En was ten opzichte van die vorige ja, dat het gewoon toen lag deze erop en toen kon het gewoon veel beter. Nee, dat het dus eigenlijk inderdaad veel beter kon ten opzichte van die andere. Want dit was eigenlijk de eerste die ze pakte. En Ernie heeft een heel kort ruggetje en ze is heel iel. En de paarden hier hebben dat eigenlijk allemaal niet. Dus de zadels hier passen eigenlijk niet helemaal goed. En het is natuurlijk sowieso heel anders met een jong paard. En ik zat eigenlijk gelijk helemaal stabieler erop. Iris heeft het vanaf de zijkant bekeken. En ik vond het ook wel, want ik had al 2 weken niks, of nou ja, wel met haar gedaan, maar niet erop gereden. Dus het was een beetje dat ik dacht, oh god, maar het ging heel goed. En Iris zei dat het gelijk een heel ander beeld was. Dus, ja, je ziet wel dat je lang niet op had gezeten of dat ze even weer aan het zoeken is. Ja. Maar je zag de bewegingen ruimer, iets makkelijker. Meer uiting komen. Ja, ze kwam makkelijker weg. Dus helemaal blij mee. Het is een monoblad, dus het is lekker... helemaal erop. En hij ziet er echt mega comfy uit ook. Ja. Lekker op zitten. Ja. Nee. En hij heeft helemaal een blauw randje. Nee, ik wist het. Ze had hem gewoon gepakt. En toen je hebt hem helemaal gecustomized. Ik heb hem helemaal gecustomized. Nee, toen kwam ik er dus achter dat hij een blauw randje heeft en hierachter lak. En dat is wel grappig, want ik heb mijn cap ook blauw en mijn laarzen. En over cap gesproken. Oh, wat een overbelichting. Ja. En over cap gesproken. Oh. We gaan over naar Iris, want die heeft iets... wat ze met jullie moet delen. Wat mooi gedaan. Ik vind hem... nu kunnen we elkaar spullen gebruiken. Ja. Maar dat deden we altijd. Ja, dat ik weet niet eens meer wat voor mij is. Wat voor... En de dekens zijn meegenomen. Maar nu hebben we nog meer dekens. Die we ja, er waren een paar die waren nog schoon. En de vliegendekens die hoeven niet per se naar de reiniging. Nee. Maar deze moeten we sterk, want ik moest even alles zo graaien. Dus deze moeten we even opvouwen, weer netjes opruimen. Zodat het hok weer gewoon... hè? Is zoals we het laatst hebben achtergelaten. Maar we gaan eerst even andere dingen. Nou, zoals jullie misschien in een eerdere video hebben gezien, check de link in het i'tje, heb ik een paar weken geleden een cap mogen samenstellen. En dat is de nieuwe cap Italia geworden. En dan bedoel ik ook echt het nieuwe model, waar de chip bovenin zit. En ik ga hem nu dus voor het eerst zien, want hij is binnen. En de zadelmakerij Hollander heeft hem net meegenomen met het zadel van Sanne. Dus, daar gaat hij. Ik heb hier gewoon echt nachten slecht van geslapen. Ik ben zo blij dat hij kwam. Ja. Ja, weet je hoe slecht die andere cap elke keer die gaat dan zo schuiven? Ja, dat was echt niet oké. En ik heb nou eindelijk een cap die past en dan moet je erop wachten. En dan wil je weten of je design gelukt is. Want dan denk je, oh ja, dit gaat vet mooi worden. Maar dan heb je allemaal losse staaltjes gezien en dan weet je niet zeker of dat het werkt.
Dus ik weet niet of mijn knutselwerkje goed is uitgevallen. Maar ik hoop het wel. Oh, joh. Hij moest even scherp stellen. Pam, 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 pam. Ik ga eerst het boekje aan jullie voorlezen. Nee, dit is natuurlijk de instructieguide. En? De gebruiksaanwijzing. Ja, omdat je die app moet installeren en zo. Hè? Ja, ik ga me niet uitleggen. Dan moet ik straks even uitzoeken. En ik heb hier een extra rand. Hallo. Oh. Vind je het ook spannend wat ik gecreëerd heb? Ik ben dus voor zwarte tinten gegaan. Omdat ik en zwarte laarzen heb met lak en glitters. En een zadel. Dus ik dacht, ja, dan is het mooi. Want dan heb je natuurlijk alles matchend. En het matcht mijn ziel een beetje. Oh. Daar is hij. Wow. Kijk nou. Kijk jongens. Dit is hem geworden. Bailey. Oh, deze hoes wil je ook in slapen. Bailey, ga eens weg. Ik heb dus de... Is dat de polo klep? Ja. Oké. Okay. Iets grotere klep gekozen omdat dat laatst in de winkel leuk stond. Maar... De polo klep? Ik heb de iets grotere klep gekozen. Ja, de polo klep. Omdat ik toen dacht dat het leuk stond. En ik kan hem dus verwisselen, want die kan je hier afklippen. Kijk, dit is dat ding wat ik dus in de... Die zit aan de binnenkant. Dat is de hoes, toch? Ja, maar dat is dat dingetje wat ik ook los daarin heb zitten. Wow. Hier zijn helemaal lichte sparkles met gloss. En hier zijn heftige sparkles. En deze heb ik goud gemaakt, omdat ik altijd goud draag. En deze heb ik verder gewoon zwart gelaten, het roostertje. Dat je eigenlijk niet heel veel verschil ziet of je hem nou open of dicht hebt. Dat het gewoon donker blijft. Maar ik kan dus in de toekomst, als ik hier helemaal op uitgekeken ben, kan ik die verwisselen, dus de klep. Ik kan hier een ander opzetstuk opzetten. En ik kan ook dit achtervlak nog vervangen. Die heb ik nu gewoon hetzelfde gelaten als dit. Want ik vond dat rustig. Dat ik wel een beetje bezig ben. Wat is het grootste verschil met het oude model? Er zijn een paar grote verschillen. Bandjes zijn trouwens ook anders. Dat is volgens mij nu kunstleer. En je voelt echt dat die anders is dan jouw cap. Ja. Nee, het grootste verschil, er zit een chippy bovenin. En daarom moet ik straks de app even installeren. Daarin kan ik mijn medische gegevens zetten. En stel je voor, ik val heel hard van het paard af. Wat niet de bedoeling is. Maar je weet nooit. Ik bedoel, daarvoor die cap ook op. Dan kunnen de ambulancemedewerkers, die kunnen zeg maar zo hun telefoon hierboven houden. Chippen. En dan hebben ze in één keer inzicht in je medische gegevens. En of er dingen zijn die belangrijk zijn voor hun. Om te weten als je buiten bewustzijn raakt. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke upgrade. En hij is lager van achter. Hij loopt dus verder door in je nek. Dus ook een stuk van je nekwervels zijn beter beschermd. En dat maakt gelijk dat hij voor mij beter past. Want alle caps gingen schuiven. En dit was de eerste die zo over mijn hoofd ging. En ik ga het nu demonstreren. Kan dat met los haar? Ja. Oké, jongens, komt het. Do I look pretty? Helemaal. Hij zit echt. Ik heb nog nooit een cap gehad die zo goed om mijn hoofd zat. Kijk nee, dan. Gewoon stabiel. Hij blijft gewoon zitten. Maar kijk, ja, hier loopt hij dus iets verder door. Die van jou zit hoger. Ja. Die eindigt hoger. Maar die van jou kreeg ik ook niet. Het andere model zeg maar kreeg ik ook niet helemaal passend. Goed pas. Nee. Want die zat een beetje meer op mijn hoofd. En die ging zo aan de zijkant een beetje schuiven. En deze gaat er dus echt veel meer omheen. Dus ik heb ook het gevoel dat die echt meer aansluit rondom, zeg maar. Pretty. Heb ik de verkeerde keuze gemaakt met de klep of is dit wel cool? Nee, ik vind het wel cool. Joh, ik bedoel, dat andere is ook weer zo standaard, hè? En ik vond het ook wel mooi om dan hier, zeg maar, glitters te nemen en dan dit randje. Dit randje. dan niet met glitters, maar gewoon alleen een kleurtje. En hij past ook gewoon ook wel bij. Ja. Ik ben heel blij.
Bailey. Bailey. Hallo. Nou, wat een dag. Ja. Voor mijn gevoel is de vlog heel kort, maar we hebben echt te veel meegemaakt. Veel gedaan. Zoveel meegemaakt. Ja. Ja, nee, het was een productieve dag. En wij gaan nog even verder achter de computer, maar dat is verder niet meer interessant voor jullie. Nee. Dus ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Heb je nog iets te delen met Ik heb volgers? Alleen te delen dat ik echt heel erg blij ben met mijn nieuwe cap, maar ook nog steeds met de laarzen die ik heb, ja, en het zadel. We willen even een dikke shout-out doen naar onze samenwerking met Zadelmakerij Hollander. Ja. Want we hebben echt, ja, dankzij hun wel, zijn de paarden en wij zelf altijd voorzien van hele veilige en gewoon goed passende producten. En dat is wel gewoon dat je denkt, ik voel me vereerd. Maar het is ook echt, het klinkt echt heel cheesy dit, maar elke keer als ik ga rijden en je mag gewoon mooie laarzen aan. En mooi zadel pakken dat je denkt. Oh. Ja, maar het is ook gewoon een geruststelling. Zoals alle zadels komen daarvan, volgens mij. Ja. Dat je weet dat alles goed past. En dat het gewoon... Ja, dat kwaliteit. Dat is toch wel eventjes een En ik verschil. Vind het ook heel fijn dat ik nu alles een beetje heb afgestemd aan elkaar. Dat we allebei een set hebben. Van... Lange droom al. Ja, al die jaren heb ik geprobeerd iets, maar het is nog nooit eerder gelukt. En nu is de dag. Nee, eindelijk daar. Op Instagram en op YouTube lijkt het allemaal wel zo vanzelfsprekend. Maar het is natuurlijk wel gewoon super vet dat we dit allemaal kunnen doen zo. Ja. Dus volg ze op Instagram. Dat ik nog even kan blijven rijden met zwangerschap. Want het zou heel jammer zijn als ik hem nou maar 2 weken kan gebruiken. Ja. Maar goed, anders... Anders is hier volgend jaar ook nog wel. En dan heb je extra motivatie om weer aan de bak te gaan. Ja, maar dat had ik al. Dat had ik al. Maar kan nog even niet. Maar nu nog meer. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie zondag weer. Doei! Doei.